Ja, hallo mensen. Welkom bij aflevering 41 van de Best Social Podcast. De wekelijkse podcast over social media met gesprekken over social media, zoals je ze ooit in de kroeg kon voeren. We bespreken social met een kritische blik, maar we trekken ook iedere week weer van een blik open met rubrieken, actualiteiten, trends, virals en verzin het allemaal maar. En ondanks dat er weinig zekerheden zijn in het leven, is Diederik er wel eentje van. Hallo Diet, hoe is het? Goed, en met jou? Met mij ook prima. Ik ben blij dat het hooikoortsseizoen weer is aangebroken, want daar ga ik momenteel even iets minder lekker op. Maar als dat het enige is waar we over klagen, dan moeten we eigenlijk vooral niet klagen. Nou, ik denk dat er behoorlijk wat geklaagd gaat worden over snottenbellen en dat je de hele tijd je neus ophaalt. Maar goed, we nemen het voor lief. Precies, ik zal het tot een minimum beperken. Hey, laten we het over social media hebben, Diet. Dus ik wil graag iets uitpikken wat mij... Ja, leuk toch? Wat me opviel, want jij kent ook wel dat kutgeintje van vroeger op de basisschool van... Ben je bang voor je vader en moeder? En dan klappen... Toch, Diet? Ja. Ik moest heel even nadenken, maar ja, ik weet waar je het over hebt. Ja. Echt? Ja, precies. Ja. Dat dan zo'n kind doet van, ben je bang voor je vader en moeder? En dan klapt hij en dan of je met je oog knippert. Nou, daar was dus een TikTok gewoon over iemand die dat grapje nadeed. Van vroeger deed iedereen dit, hartstikke viral, vet herkenbaar. En toen in de comments had ik dus echt nooit over nagedacht. Trouwens, ik ga de vraag eerst aan jou stellen, Diet. Heb jij enig idee waar dat grapje op slaat of waar het vandaan komt? Waar het vandaan komt of waar het op staat? Ja, ik snap wel het effect van waarom je dan schikt. Of waarom het een leuk grapje is, zeg maar vroeger. Maar dat bedoel je misschien niet. Ja, maar waarom, niet. Waarom de vraag... oorsprong. Waarom de vraag... Ben je bang voor je... Ja, nee, of waarom... Dat. Is het weer... Ja. Is het, oh, wacht. Nou ja, is het weer racistisch? Is het weer racistisch? Nee. Het is niet racistisch. Althans, gelukkig. Kijk, ik kan ook niet met zekerheid zeggen... Ik kan niet met zekerheid dat zeggen dat dit uit ons koloniale verleden komt. Je weet het niet of dat we als excuus, dat ons kabinet de excuus ervoor aan moet bieden. Maar op TikTok reageren dus jongeren met van... Oh, ik realiseer me nu pas dat dit te maken heeft met huiselijk geweld. Nog iemand. Wow, ik kom er nou pas achter waarom je dan voor zijn gezicht klapt. Ja, dat heeft dit te maken met huiselijk geweld. Dus kinderen hebben het opeens van... Wow, ik besef dat dit te maken heeft met huiselijk geweld. Oftewel, ben je bang voor je vader en moeder? Klap. Ja, ik vind het erg ver gezocht. Ik heb het ook... nog nergens eerder gelezen. Nee. En ik weet ook helemaal niet of het waar is, maar ik vond het raar. Oké, ben je, heb je het onderzocht? Het ook sterk. Ben je met een psycholoog gaan praten of een historicus? Of het toch te maken heeft met koloniaal verleden? Het is wel grappig dat wij allebei toch totaal niet kunnen verzinnen met waar komt eigenlijk ben je bang voor je vader en moeder vandaan, terwijl we het wel allemaal maar deden. Vroeger, maar vroeger, Jasper, was het wel het viel mij normaler... Toen ik jong was het wel normaler dat er mensen geslagen werden door hun ouders. Ik bedoel, dat was toen ik jong was dat wel iets gebruikelijker. Mijn vader gaf me ook wel eens een keer een tik. Ja. Zo van, nou hou je op. En dat is wel logisch dat je op die manier bang voor je vader of je moeder was. Dat je gewoon een klap in je bek kreeg. Komt eerder van de jaren 70. Ik kom uit 83, dus in 86, 70 was dat wel normaal, denk ik nog, dat je af en toe een tik op je bek kreeg. En ik kan me voorstellen in de jaren 60, 70 gewoon normaal. Dus het zal misschien daar vandaan komen, maar dit is wel een beetje... Nou ja, het is mooi aan social media. Het legt onze maatschappij zo mooi bloot. Dus ik vond dat... Wat was recentelijk namelijk wel even dat kinderding, wat toen dus opeens bleek... niet heel woke te zijn. Wat was het nou ook alweer? Want ik refereer er een beetje aan, maar jullie hebben daar ook een artikel over geschreven. Dat blijkt... Inimini Mutten, volgens mij. Ja. Okay. Maar het is niet per se de oorsprong daarvan die racistisch was. Je moet oppassen met dat zo te bestempelen. Maar het werd wel gebruikt, letterlijk tijdens de slavenhandel, volgens mij, als ik me niet vergis, over wie ze dan zouden kiezen. Dus het heeft wel. Het is niet de oorsprong per se die racistisch is, maar hij is wel ook in racistische tijden, tijden van onderdrukking gebruikt. Ja. Dus dat is ook bijzonder. Maar oké, het komt misschien van de corrigerende tik of de hardnekkige ei over de bol. Ja, je komt er in Nederland niet zo snel omheen, volgens mij, dat er dingen soms linken aan ons verleden wat regelmatig anders was dan nu. Of niet heel woke is dan nu. Bijvoorbeeld je kinderen slaan. Nee. Of dat is... Maar ik vind het ook wel grappig, juist dat social media dat nu tegenwoordig best wel vaak blootlegt. Omdat er nu natuurlijk overal instant feedback op is. Zullen we door naar mijn pick? Precies. Pick van de week.
Ja, vertel het maar eens. Oké, okay, ja. Nou, mijn pick van de week is dat de Best Social Awards weer van start zijn gegaan. Ik presenteer onder andere dat, dat, en ik heb het opgericht, dus ik dacht ik kies hem toch maar even uit om mijn eigen feestje uit te lichten. Dus vanaf 3 maart kunnen bedrijven weer hun mooiste werk inzenden via onze website. En de rest van Nederland kunnen suggesties doen voor de audience categorieën. Dus bijvoorbeeld beste Instagrammer, beste Clubhouser dit jaar ook meteen, beste TikToker, beste bericht van de buurman. Dus alle categorieën die, ja, die over de heel Nederland gaan en over alle leuke mensen op social media. Daar kun je nu je suggesties voor doen. Dat is helemaal gratis. Suggesties voor de audience categorieën, dat doe je via de bestsocialawards.nl. En nee, we hebben er vooral heel veel zin in. En wat me eraan opviel dit jaar is dus dat we dit jaar weer helemaal digitaal gaan doen. En dat dat eigenlijk alleen maar heel erg leuk is. En dat het niet een nadeel is of zo tijdens COVID. Dat je dat dan allemaal digitaal moet streamen. Maar dat het juist eigenlijk heel erg past natuurlijk bij een social media prijs. Dus het geeft ons eigenlijk alleen maar heel veel energie. En verder zijn er nieuwe categorieën. Dus onze beste Clubhouser. Maar we hebben ook een categorie bedacht voor de ouderen. Beste 65-plusser. Na het succes vorig jaar van Orgel Joken en opa Gerrit hebben we 65-plus categorie toegevoegd. En we hebben natuurlijk dit jaar ook bijvoorbeeld bij de business categorie beste livestream. Omdat dat dit jaar wel weer heel relevant was en bijvoorbeeld het jaar daarvoor niet. Anyway, ik ratel, maar hartstikke leuk. Neem een kijkje op thebestsocialawards.nl. Jasper, ga jij dat ook doen of sla je het dit jaar even over? Ja, zeker. Ik blijf het bizar vinden wat een fenomeen Orgel Joken is geworden en op hoeveel plekken ze weer opduikt. En ik was laatst de grote Bram Krikke show aan het kijken, wat ik ook best wel vermakelijk vond. En ook daar kwam Orgel Joken weer voorbij. Die vrouw is zo hard gelanceerd sinds een jaar geleden of zo. Heel mooi social fenomeen vind ik dat. Maar inderdaad, mensen, laat je horen voor de Best Social Awards. En wie ook van zich weer hebben laten horen, dat zijn onze luisteraars. Boodschap! Want wij leven voor die boodschappen, we vreten het als een bijt. En ik lees ze iedere week aan Diederik voor het slapen gaan. Dus laten we even beginnen met Marije. Want die heeft dus geluisterd naar onze fameuze crossover met de Eeuw van Amateur. En Marije zei, ik vond hem leuk. Ik merk doordat jullie meegingen bij het ritme van de Eeuw van een Amateur, het veel relaxter was en toch alle onderwerpen aan bod kwamen. Maar ik luister ook al iedere week naar ze, dus ik ben heel benieuwd wat mensen vonden die Ipe en Botten nog niet zo goed kennen. Nou, voor mij mogen de podcasts op deze manier wel iedere week 2 uur duren. Nou, vriendelijk bedankt Marije. Ik vond het ook heel relaxed met Botten en Ipe. En ik beaam dat relaxte gevoel wel een beetje dit. Ja, ik jij ook. Niet? Ja, hadden we maar elke week ook 3 uur om door te praten. Maar het kan inderdaad geen kwaad om soms wat langer over. Mensen weten dat ik heel graag lang over dingen uitweid. Dus misschien moeten jullie me nog vaker uit laten praten, Jasper. Dan duurt de podcast vanzelf 2,5 uur. Precies. En dan moeten we gewoon toelaten. Ja, en dan was er ook nog Melody. Die zei, hallo, ik heb sinds een paar dagen jullie podcast ontdekt en ben helemaal fan. Vooral omdat ik een mediastudent ben en ik door de corona-omstandigheden zelfstandig thuis moet studeren. En ik mis het om dagelijks in werkgroepen discussies te hebben over media. Vandaar ook mijn vraag. Ik moet het jaar afstuderen, wat betekent dat ik een onderwerp nodig heb voor mijn scriptie. Want ik ben mega inspiratieloos. Of misschien juist wel eerder doodgeslagen door alle digitale ontwikkelingen die COVID met zich meebrengt. Hebben jullie misschien voor mij een leuke onderzoeksvraag? Zelf vind ik het wel interessant hoe onze relatie met technologie dit jaar nog meer is veranderd. Maar hoe ik dat moet onderzoeken, geen idee. Ik hoop dat jullie een beetje inspiratie of input voor mij hebben. De vriendelijke groeten. Nou Diet, of je even de scriptie wil schrijven voor Melody. Ja, ik krijg echt zo vaak dat soort vragen. Willen jullie even 1,5 uur een interview met ons doen voor ons onderzoek? Ik wou dat ik vaker ja kon zeggen. Af en toe doen we het trouwens wel hoor. Dus het is niet ja, ik vind maar het ook lullig. Wel, ik vind het wel, deze vraag is misschien inderdaad net iets te open. Maar wij vonden allebei, toen we dit even voorbesproken hadden, Jasper, dat het best een goede richting is natuurlijk, COVID en de pandemie en social media. Alleen ja, hoe ze dat moeten gaan onderzoeken, ja, dat hangt een beetje van je universiteit of van je opleiding af, toch? Ik bedoel, de ene keer moet je mensen gaan interviewen en kun je een oproep doen en kun je enquêtes gaan plaatsen, toch? En ik vind dat best een interessant onderzoek van wat doet het nou
met mensen, met hun social media gebruik in deze tijd. Ik bedoel, we hebben er allemaal wel een idee over. We hebben het er in deze podcast ook over gehad. We hebben het er afgelopen week op Clubhouse met de Eeuw van de Amateur Afterparty over gehad. Het is wel een hot item natuurlijk dat social media momenteel een andere rol in ons leven speelt. Omdat de maatschappij ook zo verandert. En hoe zij dat moet gaan onderzoeken. Ik denk dat juist dat de studie van haar verwacht dat ze dat toch echt zelf even gaat uitzoeken. Nou, dat klinkt nu bitchier dan ik bedoel. Maar dat hangt een beetje af van, ga je dat volgens mij met literatuur onderzoeken? Met artikelen, wetenschappelijke artikelen? Of ga je dat een onderzoek doen? Maar misschien kan ze wel bij ons stage komen lopen. Bijvoorbeeld een afstudeerstage bij ons doen. En dan mag ze het aan de best social media bezoekers gaan vragen. Bijvoorbeeld, dat is in het verleden hebben we dat wel gedaan. Dat mensen via ons kanaal onderzoek doen. Dus stuur gerust een mailtje naar hr@debest.social. En wie weet kom je lekker bij ons je afstudeerscriptie schrijven. Want dat... daar hebben we vaak genoeg ruimte voor natuurlijk. Want we vinden dat ook leuk als mensen onderzoek doen naar social media. Bijvoorbeeld via onze kanalen. Daar leren we zelf ook weer van. Toch, Jas? Ja. Ja, is zo. Ja, ik weet nog vroeger... dan moesten we altijd... Ik heb de term SWOT-analyse best wel onthouden van de middelbare school. Strengths, weaknesses, opportunities en threats. En ik denk dat je die eigenlijk ook... Ja, toch? Of misschien studie. Weet ik eigenlijk niet. Studie, maar in ieder geval, die herinner ik me nog... En wat ik ook toen deze week met jou op Clubhouse zei, is dat het juist social media tijdens deze pandemie zo erg, dat het zo erg aan twee kanten snijdt op mensen en maatschappij. Omdat het ergens meer verbindend is dan ooit, nou we thuis moeten zitten, maar met vlakken helaas ook polariserend dan ooit. Dus ik zou een soort analyse daarvan misschien wel tof en zeer interessant en relevant vinden voor Melody. Dus doe hier je voordeel of je nadeel mee, Melody. Leuke vraag. Ik vond het oprecht wel een hele leuke vraag. Ja, en als je ook iets wil vragen, Diet, wat mogen de lieve luisteraars dan doen? Wat mogen de lieve luisteraars doen? Zij kunnen reageren of meedoen aan de podcast door een berichtje achter te laten via ons telefoonnummer 06-23-99-21-58. Ik herhaal met mijn meest sexy telefoonstem 06-23-99-21-58. Of je schrijft een review of je scheelt iets in onze groepschat op Telegram. Daarvan staat de link trouwens in de beschrijving van deze aflevering. En abonneer je gewoon ook op onze kanalen, hè, want dan krijg je alle afleveringen zo hup elke week in je favoriete app. Overigens hoorden we van Botte en Ipe dat de podcast bij hun ook goed geluisterd was en dat er positieve reacties op waren gekomen. Dus mocht je hier zijn via de Eeuw van de Amateur, dan heten we je van harte welkom in deze social media podcast. En als tip, luister ook eens een keer alles terug. Dat vinden we leuk. Dus begin lekker bij 1. En als je toch niks te doen hebt tijdens deze lockdown, nou, avondklok, weet je, pak een aflevering erbij, begin bij 1. En dan zien we je vanzelf weer terug bij 41. Precies, en je mag ook zeker een keer een reactie sturen op aflevering 2 of zelfs aflevering 1 met Lize. En ja, zoals Diet zei, het kan ongeveer op via iedere manier, behalve via Facebook reacties, dat checken we niet zoveel. Maar op Facebook staan wel hele fijne artikelen van de best social media. Dat heb gestaan op Facebook. En het verhaal van de week, Diet, wat ik eigenlijk te bizar en grappig en lief voor woorden vind, is dat Jinek is gehackt op Twitter. En dat je denkt, hoe kan dit? En dan is ze ook nog eens gehackt door het feit dat de inloggegevens nog ergens in de studio hingen bij een hok wat voor iedereen bereikbaar is die kan lopen. Dit is toch... Hoe kan dit? Ja, ik denk mensen die misschien niet de hele dag met social media bezig zijn, maar meer bezig zijn met een televisieprogramma programmeren, die zullen waarschijnlijk minder bezig zijn met de security dingen. En dat ik weet toevallig van mensen die bij Jinek werken, dat ze daar fucking druk zijn. En heel veel druk voelen natuurlijk om een mooi televisieprogramma elke dag te maken met spetterende gasten en onderwerpen waardoor ze de concurrentie ook aangaan. Dus ik denk echt een beetje gewoon argeloosheid. Ik kijk er ook weer niet heel erg van op. Ik kijk er wel van op natuurlijk, maar ik denk ook wel, ja, het kan gek genoeg helaas toch gebeuren. Maar ik snap inderdaad niet dat heel veel mensen het hebben zien hangen en niet hebben gedacht, goh, dat hangt hier best wel publiekelijk. Nee, ja, precies. Überhaupt, ik weet niet of je het zo breed kunt trekken, maar toch dat
de digitale beveiliging af en toe nog niet bij iedereen zo'n prominent kindje is als dat het zou moeten zijn. En wat Daniel Verlaan later ook verkondigde, is dat de hack dus is gepleegd door twee pubers die een tijd geleden mee waren met een gast van Jinek en daar het wachtwoord zagen slingeren en die tot hun verbazing nog steeds werkte. Dus toen stuurden ze het berichtje. Het waren dus echt twee pubers die een paar weken geleden in de studio waren en dachten van, nou, zou dit nog werken? Nee, dat zou toch nog niet werken. En opeens waren ze binnen. Maar weet je, wij hebben natuurlijk ook in de begintijden van onze kanalen best wel makkelijke passwords gehad. Die ook alle stagiairs bijvoorbeeld wisten. En die dan maar één keer in de zoveel tijd werden veranderd. En ik bedoel, het is nogal een dingetje natuurlijk, al die wachtwoorden. En vooral binnen bedrijven. Hoe ga je daarmee om als je heel veel mensen hebt die allemaal met hetzelfde kanaal moeten werken? Het is nog best wel lastig. Ik bedoel, ik snap ook wel de problematiek er vaak van. Alleen het vervelende is dat je het gewoon super serieus moet nemen. En dat tijd kost. En als je niet daar veel tijd voor hebt, dan hang je het maar even op een briefje in een hokje op. Ja, het interessant is het wel inderdaad. En waarschijnlijk gaan zulke wake-up calls nog meer ontstaan. Maar goed, Jinek gaat, en de redactie van Jinek zal die fout zeker niet nog een keer maken. Ja, hoi hoi. We willen even zeggen, je ervaart deze podcast beter met geluid. No shit, Sherlock. Maar wat ook gezegd mag worden, je ervaart video's beter met ondertiteling. Maar lang niet alle video's op social media zijn voorzien van ondertiteling. Dus voor alle mensen die inclusievere en gebruiksvriendelijkere video's willen met ondertiteling, gebruik dan Triple Eight. Dat is een online tool die jouw video's automatisch ondertitelt. En dat kun je ook zien bij onze podcastaflevering op YouTube. Nou, de groeten. Ja, dus dat. En van Eva gaan we naar Gerda of Karen. Interessant. Heel interessant. Jazeker, Frans. Sterker nog, dit. Ik zat het een beetje voorbereiden en ik dacht van, dit is ook eigenlijk waar ik mijn scriptie een paar jaar geleden over had willen schrijven. Want waar we het over gaan hebben is de internetterm Gerda en Karen. Welke associaties heb jij ermee, dit? Zeg maar, als jij een Gerda voor je moet zien. Boze vrouw op middelbare leeftijd die bijvoorbeeld dat je te hard praat in de trein, dat ze je daarop aanspreekt bijvoorbeeld, maar dan niet in de stiltecoupé. Dus, jongens, kan het alsjeblieft even wat zachter, zeg. Er is zo'n heel leuk filmpje, ik vergeet altijd hoe die comedian heet, maar er is een comedian op TikTok die de hele tijd mensen op straat heel abrupt in Amerika aanspreekt. En dan bijvoorbeeld een dollar geeft voor iets of zo. Ik denk dat jij hem kent. Oh nee, zeg maar. Ik vergeet altijd niks. Oh, dit klinkt zo dom dat ik dit nu niet weet. Geeft niet. Oh nee, we laten het over ophouden helaas. Er zitten hele fijne Karens in die filmpjes. Yeah. Maar okay. Het zijn van die bijvoorbeeld vrouwen die de speld in het begin niet herkenden als de speld. En dan boos werden op een de speldartikel. Dat is serieus. Dat zijn een beetje... Ja, dat is serieus. En gek genoeg vaak... Toch blonder haar dan donkerder haar. Of grijs, blond grijs, dus asgrijs haar. Dat soort associatie heb ik bij Gerda en Karen. Maar weet je eigenlijk waar het fenomeen vandaan komt? Ja. Super dat het koffiezetapparaat even van zich laat horen. eigenlijk is Gerda een soort verbastering van... Karen. De Karen is een soort internetterm die dus al wel bestond. Maar ik wil toch even bij Gerda beginnen. Ja, maar even. Weet de luisteraar wel waar Karen vandaan komt? Nee, maar ik wil even beginnen bij Gerda. Laten we even Nederlands beginnen. Laten we even Nederlands beginnen. Ja, maar begin bij Karen. Ja, is zo. Maar ik denk wel dat er een soort verschil is toch tussen Gerda en Karen. Kijk, in Nederland gebruiken we Gerda inderdaad een beetje voor een zeurderige of bemoeierige boomer die nog op Facebook zit. Eigenlijk een witte vrouw van middelbare leeftijd. Nou, die een beetje onwetend en bemoeierig is en weet ik veel wat. Nou, dat uit zich ook heel vaak op Twitter in Nederland, maar dan wel op best wel een humoristische en onschuldige manier. Maar dan is dat echt een term, Gerda. Ik zal even twee tweets voorlezen, komt-ie. Zoals Nina, die zegt, nou, dat je iemand in de trein vraagt of ze haar tas van de stoel wil halen, zodat je kan zitten en dat ze je dan aankijkt alsof je hebt gevraagd of ze even haar hele familie van een flat wil werpen. Het is maar een tas, Gerda. Nou, dan nog eentje. Nou, allemaal mensen op Facebook die nu meteen gillen dat ze geen persoonlijke informatie willen geven aan restaurants. Prima, maar maak dan lekker je eigen vreten. Succes met je pak knor baboti, Gerda. Die is wel echt heel grappig. Maar dus het ding is, inderdaad, Gerda is een beetje een term geworden voor een
nou ja, een witte vrouw van middelbare leeftijd die een beetje onwetend en bemoeierig is en ook een boomer is. Maar dan is de sprong naar Karen, of ja, het is eigenlijk een sprong van Karen naar Gerda, maar Karen, dat is echt in 2020 vooral ja, in de VS en de UK, dat is eigenlijk ontstaan als een soort, nou, witte vrouw die eigenlijk de manager wil spreken. En het begon een beetje met de memes van I wanna speak to the manager starter pack. Dus het is echt een beetje ja, een vrouw. Nee, nou, ja? Mag ik je heel even onderbreken? Tuurlijk, want in tuurlijk. Mijn research komt het uit een Reddit gebruiker fuck_you_Karen die klaagzangen deelde over zijn ex-vrouw Karen. En die post van die Reddit gebruiker in 2017, dat is een subreddit geworden die Fuck You Karen heette. Dus het komt van Fuck You Karen volgens mij. Waar ze memes en verhalen vertellen over een soort Karen-achtige types. En daar zijn inderdaad allemaal soorten Karens volgens mij uitgekomen. En later inderdaad zijn er stereotypes, en waarvan het meest opvallende stereotype, al dus Wikipedia, wat altijd echt de meest betrouwbare bron ooit is, ook straks in alle onderzoeken van alle mensen die hier scripties over gaan schrijven. Nee, trouwens, maar ik heb het nu even van Wikipedia. Dat inderdaad het stereotype Karen die zo snel mogelijk de leidinggevende wil spreken, dat dat de meest populaire stereotype van de Karen is. Maar het komt dus van een gebruiker die over zijn eigen ex-vrouw Karen schreef. Oké. Maar want wat ik dus ook ergens heb gezien is dat zeg maar, het Can I Speak to the Manager haircut meme, zeg maar, dus die schuin aflopende boblijn die vrouw was dan over hebben, die is dus geboren in Black Twitter in 2014. En dat is eigenlijk dus iedere keer als je denkt, als je denkt te signaleren dat dit is echt een typische Karen, dan gooi je gewoon die boblijn meme erin. En dat zei die heer van Black Twitter. Maar het kan inderdaad zijn, dat weet ik niet, het internet werkt op rare manieren, dat ze ooit zijn samengevoegd. Want die Reddit met Fuck You Karen, die bestaat inderdaad. En die is dan denk ik misschien ook een beetje geëvalueerd tot wat het nu is. Maar het is ook wel heel erg de witte vrouw van middelbare leeftijd die zich niet erg bewust is van haar privileges of zo. En denkt dat ze een soort, ja, houding in kan nemen. Ja, weet ik niet. Dat ze dingen mag eisen van de manager, of in ieder geval erg mondig is. En, maar is het niet gek dat er dan niet ook een soort mannelijk equivalent is? Want heel veel witte mannen voelen dat privilege vaak nog veel meer natuurlijk. Dus is het niet, dat is dan de boomer natuurlijk, hè? Oké, boomer is dat misschien. Die wordt vaker boomer genoemd. Ik heb mijn vader ook al een paar keer boomer genoemd. Ja, ik mijn pa ook zeker. Klopt. Ja. Maar ja, de grap is inderdaad, als je in artikelen echt kijkt naar de definities van Karen. Want er zijn oprecht echt opvallend veel artikelen van gelezen. Van de Daily Mail tot de Telegraph. En die van de Telegraph is dus ook letterlijk toch een middelbare vrouw die blond is geschreven. En die heeft dus ook wel een beetje haar mening erover klaar. Maar zij zegt, Karen is 2020's to go insult. It denotes a woman, and it's always a woman, who is ignorant, bossy, insensitive, vulgar, and uncouth. And uncouth is dan lomp. En ze zegt daarna ook, Karen is more likely to be spotted in a supermarket or cheering on her son's football team than at a Black Lives Matter demonstration or a pride rally. She is not only racist and bigoted, but worse, she refuses to acknowledge her privilege. Dus ja, de Karen is echt een beetje, nou ja, ik zal mezelf niet gaan herhalen, maar het is wel echt een term, een typetje geworden op het internet, die nou ook heel vaak tegen witte vrouwen wordt aangesmeten. Mm-hmm. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind het om te beginnen wel opvallend dat er, dat het verschil in opvattingen over een Karen zo groot is, tot een onschuldig Gerda-grapje, tot iets heel stigmatiserend, tot een artikel die zegt, nou ja, het Karen namecalling is nou ook fucking seksistisch eigenlijk. Want het is gewoon een label die we nou op een vrouw plakken die toevallig een beetje bazig is of uitgesproken. En wat ik er zelf van vind, ik vind het zelf, ja, grappig, ja, deels stigmatiserend. Eigenlijk is dat een beetje mijn mening erover. En de jouwe? Ja, grappig. Ik denk wel bijvoorbeeld dat elke leeftijdsgroep wel een beetje dit soort woorden heeft. En dat we altijd
mensen gewoon categoriseren en dat dat altijd iets stigmatiserends heeft en dat dat altijd kan doorslaan in bijna pesten en mensen echt wegzetten als een verkeerde groep. Dus ik denk, ik heb me bijvoorbeeld, ja, om toch het even met mezelf te vergelijken, want dat is het makkelijkst. Want ik heb me best wel vaak gestoord als mensen me dan zomaar even een millennial noemen of zo. Of een, hoe noemden ze dat vroeger? Weet je, gewoon überhaupt als ze dan over de jeugd van tegenwoordig praten toen ik jong was, weet je. En dat ik dacht, fuck jou met mij over één kam scheren over de hele jeugd. Ik bedoel, misschien ben ik wel anders in die zin. En dat heb ik ook al met als ik in het buitenland ben en mensen noemen mij, oh ja, je bent echt een Hollander of echt een Nederlander. Dat ik ook al denk, ja, hoe weet jij dat? Ik bedoel, ik zie er misschien als een Hollander of een Nederlander uit, maar wat voor ideeën heb jij bij Nederlander dat ik misschien heel direct ben of dat ik super zuinig ben of dat ik het eens ben met Mark Rutte dat Spanje en Italië stelletje goedkope leiders zijn. Dat soort dingen wil ik niet meteen op me hebben kleven. Dat geldt hetzelfde natuurlijk voor Gerda en Karen. Dat als je er een beetje als een Gerda of Karen uitziet, dan heb je echt geen behoefte eraan dat je meteen als een soort witte privilege bitch wordt gezien, terwijl je ondertussen misschien je super helemaal niet zo gedraagt. En misschien daar ook. Dus dat is het trickje eraan. Ja, alleen, of stel als je dus eigenlijk, ik denk, wel degelijk een punt hebt op dat moment als vrouw zijnde. En dan krijg je dat, krijg je oké, Karen naar je hoofd geslingerd. En daarin word je dan ook eigenlijk totaal niet serieus genomen. Precies. En ik merk ook de irritatie bijvoorbeeld dus bij mijn ouders. Als ik, toen ik al een keer het woord boomer noemde. Ik noemde het wel als grapje. En ik werk in die internetcultuur. Dus ze snappen dat wel. Maar ik merk wel dat ze echt niet staan te springen van, goh, wat leuk dat je mij nu een boomer noemt. Net zoals dat ik het niet leuk vind als mensen mij meteen, als ik op mijn mobiel de hele tijd zit of zo, een millennial destijds noemde een paar jaar geleden. En dan dacht ik, oh, houd toch je bek. Ja. Het is gewoon irritant om in een hoek, het is altijd irritant om in een hokje geduwd te worden. Alleen, wij hebben ook op Twitter, heb jij een Twitter uitgestuurd vanuit de Best Social Media om even te peilen van, hoe zien onze volgers op Twitter de trend? En het valt me toch wel op dat de meeste mensen, maar dat is in Nederland wel vaker zo, toch gewoon het zien als een gebbetje en niet meteen er heel moeilijk over doen. Wat ik ook wel weer prettig vind. Aan de andere kant, als mensen zich er dus heel erg door gestigmatiseerd vinden, of je heet Gerda en je bent 50, dan lijkt me het wel gewoon kut. Alleen, ik merk dus dat heel veel mensen zeggen van, joh, doe niet zo moeilijk. En dat ook heel veel mensen van die leeftijd, die dus een beetje Gerda of Karen zouden kunnen zijn, zelf ook reageren op die tweet met, joh, whatever, en neem het niet zo serieus. Dus dat lijkt me ook wel, het is gewoon, het heeft ons natuurlijk heel veel leuke grappen en grollen gebracht. Maar dat is altijd zo met grappen over iemand anders schouder. Er zijn ook mensen die daar een beetje de dupe van zijn. En daar moet je denk ik gewoon rekening mee houden. Ja. Zonder dat we er nu heel dramatisch over moeten doen. Dat gevoel een beetje. Ik weet niet zelf of ik het zelf, als je, hoe meer je erover nadenkt, hoe lastiger het vervolgens wordt om mensen zomaar even een Gerda of een Karen te noemen. Ja, nou ja, klopt. En eigenlijk vroegen we in de poll dus inderdaad van je mening over Karen of Gerda. Vind je het grappig, stigmatiserend, grappig en stigmatiserend of rot op met je poll, Gerda? Dat waren de vier opties. Nou, bij meer dan 28% van het grappig, minder dan 5% van het stigmatiserend, 18% van het grappig en stigmatiserend en bijna 50% zijn rot op met je poll, Gerda. Maar inderdaad, hier is het opvallende dat inderdaad de verre minderheid vindt het alleen stigmatiserend. En een paar opvallende reacties waren, nou ja, in al dat woke deuggeweld is het heerlijk verfrissend als je gewoon eens lekker een bepaald type in een hokje kunt duwen. En het grappige is, iedereen weet precies wat voor type je dan bedoelt. Dat is zo bijzonder eigenlijk. Daarom moet Gerda het woord van 2021 worden. Nou, en dan zegt iemand anders, maar, ja? Oh, nee, ga door. Ja, dan zegt iemand anders, het is grappig en stigmatiserend, maar op zich krijgt het beestje alleen een naam. En dat moet kunnen. En dan is er nog eentje, die zegt ook, oh, sorry, nog twee. Die zegt, nou, ik vind het stigmatiserend. Je ontneemt vrouwen van een zekere leeftijd het recht om iets te zeggen. Groetjes en Gerda. die heeft wel dat punt wat we net ook zeiden. En Verna die zegt, nou, als ik een selfie maak met een bepaalde hoek, dan roepen mijn dochters in koor Karen. Dus ja, en dat is dan meteen weer heel luchtig, waar ze zelf ook om kan lachen. Ja, ja, daar zit het een beetje tussenin. Ja. Alleen, wat ik een beetje gevaarlijk vind, ook in de hele Black Lives Matter discussie, en als je bewust wordt van bepaalde hiërarchieën in de maatschappij, hè, dan heb je dus mensen die
lager op de sociale ladder qua aanzien zit en waar sneller grappen over gemaakt worden en wat mensen dan niet oké vinden als daar grappen over gemaakt worden. En wat ook heel terecht is, vind ik. Dus dat heb je bijvoorbeeld over de homo of iemand die van Aziatische komaf is. Dat is niet oké. Dat is überhaupt niet oké. Maar dat is echt niet oké, vinden mensen meteen. Want dat is, zeg maar, als je iemand een homo noemt en je bent zelf hetero, dat is, zeg maar, top-down. Dus je bent naar beneden aan het schoppen. Ja. En dat maakt het lastig voor de homo om zich welkom te voelen in de maatschappij. En om zich geaccepteerd te voelen. En dit is een beetje gevaarlijk. Want nu lijkt het alsof bottom-top, dus van naar beneden schoppen naar een soort, ja, een vrouw met meer privileges. Ze heeft een prima leventje. Ja, weet jij veel trouwens. Maar goed, ze is wit. Ze is waarschijnlijk hetero. Ja, het wordt toch al snel gezien als iemand, nou, die heeft het niet zo moeilijk. En die heeft gewoon een prima leventje. En die heeft haar man die voor de betaalt. Weet ik veel. Er zitten allemaal connotaties omheen. Waardoor het een soort van bon ton en dus niet stigmatiserend is om haar de hele tijd, ja, naar beneden te schoppen. Want dat doe je er wel mee. Je doet echt eigenlijk gewoon van, ja, mens, doe niet zo Gerda. Ja. En dat is eigenlijk toch wel vergelijkbaar met doe niet zo homo. Ja, ja, nee, ja, precies. Doe niet zo gay, doe niet zo flikkerig. Of doe niet. Dus dan ga ik al snel toch een beetje in mijn eigen schuldgevoel zitten van, ik vind het heel erg niet oké, het woord homo of flikker of gay als scheldwoord. Ook al hebben mensen daar vaak dezelfde redenen voor. Van, ja, dat is niet stigmatiserend en dat is gewoon prima. En daar bedoel ik helemaal niks mee. En mijn buurman is ook homo, dus dat maakt niet uit. Ja, als je daar de hele tijd het woord in deze discussie Gerda voor invult, dan denk ik toch ook dat je goed achter de oren moet krabben van, ja, het moet ook een gebbetje, een keer een grapje. Of een keer lachen om een bepaald soort naam in Nederland. Hè, zoals Gerda. En vroeger had je Toos. En weet ik veel. Miep. Ik snap heus wel Miep. Ja, dat dat grappig is. Maar zodra het echt een soort ding wordt waarin een hele bevolkingsgroep, ja, ongegeneerd eigenlijk gestigmatiseerd mag worden, moet je wel afvragen, oké, zij mag wel, want zij zit hoger op de ladder. Maar daarmee scheer je iedereen over hetzelfde, over dezelfde kam. En pleur je iedereen hetzelfde hokje. Terwijl je weet niks over die mensen, hun leven, waar ze vandaan komen, hoe hard ze hebben moeten vechten. Misschien komt Gerda wel helemaal niet uit Nederland en komt ze uit Wit-Rusland en zat ze in een, weet ik veel, heeft ze op de straat geleefd met een moeder die aan de crack zat. Ja, weet jij veel? En vervolgens zet je zo iemand neer als, ja, Gerda, die lekker met haar witte privilege daar staat. Terwijl, ja, weet jij veel? Dus het is wel tricky, maar ik vind het ook prettig dat mensen er een beetje luchtig naar kijken, want het is ook niet dat op dit moment dit het grootste probleem van Nederland is. Maar ik moet toch zeggen dat hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik achter mijn oren zou krappen om iemand zomaar, ja, publiekelijk een Gerda te noemen. Alleen je kan wel, denk ik, een soort beschrijving van een bepaalde situatie afdoen als een Gerda-situatie kan op zich wel. Maar, ja, als je mensen, maar ja, nou ja, goed, kan dat, Jasper? Nou, ja, kijk, ik moet dus nou ook denken aan zo'n aan een filmpje. Het komt volgens mij echt uit 2014 of zo. Dan is Chris Brown, ik weet niet voor welke reden, is hij in Nederland. En dan staat hij met zijn brommer ergens op de stoep. Eigenlijk voor het huis van een vrouw. Ik weet niet of hij nou een clip aan het opnemen is. Voor wat voor reden hij in Nederland is. Maar en dus gaat zo'n filmpje verhaal van zo'n vrouw die dus de politie heeft gebeld omdat Chris Brown met zijn motor op een fietspad staat. En nou, dus dat filmpje werd gedeeld op Twitter en waarin iemand dus ook zei, maar nou, dit is echt classic een Nederlandse Karen die Chris Brown die politie belt voor Chris Brown. En toen reageerde iemand dus ook met van, ja, nou, die vrouw is het gewoon echt zat, geloof ik. Zullen we alsjeblieft voorzichtig zijn om niet elke witte vrouw van middelbare leeftijd die klaagt een Karen te noemen en haar zo te framen. En dat vind ik dus zo fucking interessant aan dit onderwerp, dat een meme-cultuur zo'n impact heeft op, zo maatschappelijk is, zeg maar. Daar echt fucking interessant. Ja. En wat ik dus eigenlijk daarin, de weg die ik ook wil inslaan, in de VS is dit nog veel hardnekkiger eigenlijk dan in Nederland. In Nederland is Gerda nog best onschuldig, maar in de VS zijn Karens ook ontstaan een beetje uit vrouwen die, nou ja, daar wordt het gelinkt aan racisme, laat ik het zo zeggen. Er was vorig jaar, en dat is best wel een lijp verhaal, misschien ken je het trouwens ook wel. En vorig jaar, ik weet niet, Diet, als ik zeg de Central Park Karen, zegt je dat dan iets? Nou, vertel maar. Ja, nou, er was vorig jaar dus, ging er een video viraal. Er was een zwarte man, die was in Central Park, was hij aan het birdwatchen, die was dus vogels aan het kijken. En op een gegeven moment kwam er een vrouw langs en die had haar hond niet aan de lijn. Dus die man die zei gewoon even van, wil je gewoon even je hond aan de lijn doen? Nou, het werd een beetje een woordenwisseling.
En die vrouw is vervolgens de politie gaan bellen. Dus zo snel escaleerde dat. En die man is haar gaan filmen van... wat ben jij nou in hemelsnaam aan het doen? Dus wat je nou op beeld ziet... is dat die vrouw dus echt gewoon met haar hond... die ze vasthoudt, echt zegt... There's a black man threatening me. Please, police, can you come to Central Park? Weet ik veel wat. Please don't come close to me. Please don't come close to me. Please, please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. Please tell them whatever you like. I'm sorry, I'm in the ramble, and there is a man, African-American, who has a bicycle helmet. He is recording me and threatening me and my dog. There is an African-American man, I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. And my... I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man into the ramble. Please send the cops immediately. I'm in Central Park in the ramble. Ja, ik heb het ook even gequote uit het artikel. Dat daar is Karen echt een beetje geworden... The white woman who weaponizes her vulnerability... to exact violence upon a black man. Dus dat ze daar een beetje als... dat daar een witte vrouw dus de politie belt... omdat ze door een zwarte man ergens op wordt aangesproken... en het ook zo dikker zo aandikt. En dat is zo... opgehitst in de VS ook. En natuurlijk, iedereen nam het op voor die zwarte man, want het beeldmateriaal loog ook gewoon niet. En het was ongeveer tegelijkertijd met de George Floyd happening daar. En dat artikel zegt ook van, ja, wij als cultuur hebben een beetje het standpunt ingenomen dat blanke vrouwen deugdzamer zijn en niet medeplichtig zijn aan racisme in het bijzonder. Dat zegt een April Williams, is hoogleraar communicatie aan de University of Michigan. Dus ze zegt, en die witte vrouwen die gaan er gewoon in mee, maar het zijn... Pas wel op met dingen, blanke vrouwen, dat wordt eigenlijk niet, hè? Zei ik blanke? Sorry. Ja. Ik bedoel het, thanks. Maar, en die zegt van, ja, maar ze gaan er gewoon in mee. En eerst denk je van, het zijn geen bewuste actoren van dit. Maar de Karen meme, die zegt echt van, nee, het zijn wel bewuste actoren. Dit zijn opzettelijke acties, ze zijn medeplichtig. En ik denk dat dat de reden is waarom nou deze term Karen ook zo aanspreekt. En allemaal ladingen krijgt. Dus daar in de VS is een Karen dus ook gewoon... daar is een definitie, white women surveying and patrolling black people in public spaces and then calling the police on them for random non-illegal reasons. Dus dat is weer... Denk je dat het in Nederland ook van de trein politie Gerda kan omslaan naar dit imago, zeg maar? Nou, wij hebben niet de hardnekkige incident als in de VS, maar wij hebben natuurlijk ook wel het racisme in Nederland absoluut. Maar de gradatie waarin het de maatschappij in de fik heeft gezet, dus hebben wij niet zoals in de VS. Maar daar is dus een Karen dus ook gewoon echt een beetje de personificatie geworden, die meme, van mensen die eigenlijk racistisch zijn en racisme in de hand werken. Ja, en... nee, dat is, heeft Gerda, volgens mij, voor mij heeft dat die associatie niet. Nee, voor mij ook totaal niet. Ik wou nog heel even terugslaan naar wat jij zei over dat meme-cultuur nu dit soort dingen kan creëren. En dat doet me een beetje denken aan dat vroeger had die rol de tv. Mm-hmm. Dus dan had je lullo's bijvoorbeeld door Jiske Vet. Dan was opeens de koorbal een lullo geworden en... Arnie en Bob, weet je wel, van Paul de Leeuw, dat waren toch de oude personages die ontstonden in de maatschappij, of waarmee je mensen ging categoriseren, volgens mij. Of van de typetjes van Cote and the Bee. Ja. Dat waren heel erg, volgens mij, maatschappelijke types die op een gegeven moment was dat de vieze man die op straat liep. Of... En nu heb je inderdaad dat dus meme-cultuur dat soort typetjes creëert. En het verschilt in die zin, denk ik, dus ook niet heel erg van hoe dat vroeger ging, alleen volgens mij wel inderdaad de meme-cultuur dat sneller en meer overgenomen dan dat de televisie nu tegenwoordig doet. Ook omdat, denk ik, de echte decision-makers qua sociale cultuur in Nederland zich nu meer op internet bevinden dan in de tv. Ja, maar ook, ook op social media gaat het al direct een leven leiden, omdat je constant op elkaar kunt reageren. De tv is natuurlijk alleen een zender en op social media... escaleert het veel sneller over en weer, omdat mensen meteen met elkaar erover in discussie gaan en zo ook memes ontstaan. Maar ja, ik vind het belachelijk interessant eigenlijk ook wel stiekem. Ja, ik vind het ook heel interessant. Ik zou het vooral heel leuk vinden als we volgende week eventueel met onze spannende gast, die we nog niet hebben aangekondigd en wat we ook nog niet gaan aankondigen. Maar volgende week lijkt me heel leuk om er nog heel even over door te gaan, mits daar
eventueel wat reacties van jullie over zijn. Van wat is jullie positie in? Heb jij nog heel erg zin om mensen Gerda's te noemen? Noem je mensen Gerda's? Vind je het gezeik of vind je het wel terecht dat we ook een beetje een kanttekening plaatsen bij het gebruik? Wij zijn daar heel benieuwd naar. We zullen straks nog een keer opnoemen hoe je kan reageren. Maar je bent ook niet, jullie komen ook niet uit een ei. Dus ik denk dat het jullie wel lukt om te reageren hierop. En dan kunnen we dat eventueel volgende week nog heel even kort behandelen. Aan het begin van de aflevering bij de reacties. Ja, toch? Jasper? Ja, zeker. En als iemand hier een mening heeft, dan gooi hem vooral op ons. Maar het is nou tijd voor een dilemma, Diet. Het social dilemma van vorige week. Kijk, ik vind een beetje, als het dicht bij elkaar lag, zeg maar, dan is het een goed dilemma geweest. En niet als iets 90-10 was. Deze lag echt dicht bij elkaar. Dus het was kiezen tussen permanent nooit meer in een groepsapp zitten of iedere dag in al je groepsapps een andere babyfoto delen. Nou, 53% kozen dan toch maar voor om nooit meer in een groepsapp te zitten en 47% om iedere dag een babyfoto van zichzelf. Nou ga ik een andere aan Diederik Broekhuizen voorleggen. Ben je er klaar voor? Zeker. Even kijken. Ja. Nou, ik hou mezelf ook langer in spanning. Ja, komt-ie. Voor iedere notificatie krijg je een sprietje onkruid in je tuin. Of je mag alleen je social media checken tijdens het poepen. Oh, heerlijk. Alleen tijdens het poepen. Ja, je bent er gewoon uit. Oh ja, wel. Nou, ja, god. Ja, dan moet je wel veel per dag gaan poepen. Ja, het zou maar dat, ja. Maar dat lijkt mij best wel relaxed. Om dus gewoon 4 keer per dag even te poepen en dan 4 keer per dag te checken. Het enige waar ik me zorgen om maak is natuurlijk workwise. Precies. Dat lijkt me wel een beetje een probleem voor mij. Maar als ik even niet de hele dag qua werk ermee bezig zou moeten zijn, lijkt me het prima om op gezette tijden tijdens het poepen alleen mijn social media te mogen checken. Ja, oké. Okay. Bedankt voor dit zeer heldere antwoord, Diet. En jij? Ja. Ik sta er saai genoeg wel een beetje hetzelfde in. Want ik dacht dat jij zou zeggen van ja, ik heb allemaal notificaties uitstaan. Maar dan nog krijg je zoveel meldingen en dingen alsnog van je telefoon. Of het nou je schermtijd update tot weet ik veel welke pushmelding het is. Maar ik zou ook misschien alleen checken tijdens het poepen. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, gaat Iris waarschijnlijk wel klagen dat je de hele tijd aan het poepen bent. Ja, en dat ze heel graag ook een keer op het toilet wil zitten. Gelukkig hebben we 2 wc's. Dat altijd maar die stank bij jullie in huis. Die poepstank bij jullie. Oh, 2 wc's. Wat heb je toch een luxe privilege leven. Ja, jij. Klopt. Niet normaal. Is zo. En kunnen we trouwens pushmeldingen voortaan pushmeldingen noemen? Ja, bij deze. Bij deze ingevoerd. Okay. Hey, ik heb ook nog de pushmelding is ja, dat we nog een caption. Je hebt nog een caption voor me. Ja, klopt. De influencer push. Caption. Ik heb hem weer in Nederlands voor je gehouden. Fijn. Nou, komt ie. De influencer caption trouwens voor de leek die voor het eerst luistert. Dat houdt in dat ik Diederik een random caption van een influencer voorschotel. En hij moet maar raden van wie die is. Dus, komt ie. Kom maar op. Ik begreep als kind nooit dat mijn ouders soms met tranen in hun ogen naar hun kinderen keken. Tegenwoordig doe ik zelf niet anders. Jezus. Nicolette van Dam. Wow. Nou, het is dus niet Nicolette, maar het is Bas Smit. Maar Bas. Ja. Godver. Ik dacht eerst Bas Smit. Oh, ik haat je. Oh, dit ik zou had hem bijna, bitch. Ja. Ja. Ik had je bijna. Zo, oh, dat, fuck. Zo, ja, dat zou een primeur zijn. In de rubriek die je het hele seizoen fout gaat hebben. Nou, je zat warm. Ik ben hoe dan ook trots op je. Volgende keer beter. Oh, shit. Ja, ja. Nou, terwijl dit nog aan het bijkomen is, lieve jongens, meiden, Gerda's en Karens. Iedereen van jullie allemaal telt de mening wel degelijk. Dus schrijf vooral een review op iTunes. Trek je bek open over onze podcast via Instagram. In de DM van de Best Social Media. Join onze pod. Dat is de groepschat die we hebben op Telegram. En abonneer je op al onze kanalen. Dan krijg je wekelijks een aflevering in je smoel. Nou, dan nog even ons telefoonnummer. Net als Melody. Die een bericht stuurde. 06-23-99-2158. Want dan hoor je jezelf terug en dan krijg je gewoon een scriptievraag of onderwerp van ons. Voor de rest, ja, wil ik Diet bedanken, Nina bedanken, Volkert, die gaan we even aan het werk zetten. Die wil ik ook bedanken en Dag en Nacht Media uiteraard. En de luisteraars natuurlijk. Tot de volgende! Joe, dankjewel voor het luisteren. Doei. En hou die pushmeldingen aan of zet ze uit. En houdoe. Doei!